Dames en heren, een goedemorgen en welkom bij de ochtendshow To Go. Wegwerkers en hulpverleners slaan alarm. Automobilisten veroorzaken opnieuw meer ongelukken doordat ze rode kruisen boven de weg massaal blijven negeren. Verkeerspsycholoog Lieselotte van den Berg, welkom. Ja, dat is toch best wel opmerkelijk. Hè? Meestal stappen mensen als hele normale mensen achter het stuur en dan blijken het totale verkeershufters te zijn. Ja, helaas gebeurt dat inderdaad. Kan dat? Nou, we zijn steeds ongeduldiger. Ook in ons dagelijks leven steeds drukker, gehaaster. We willen snel reacties op onze mailtjes. En ook in het verkeer kunnen we ons geduld toch steeds minder goed kwijt. Nou, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Ja, en ook is bij ons een van de grootste feestnummers van het land. Wolter Kroes, 30 jaar zit hij al in het vak. Dat heb je gevierd met een concert in Carré. Maar dat was allemaal natuurlijk niet groot genoeg, want jij droomt groter dan dat. Dus absoluut. Het wordt nu AFAS Live binnenkort. Joh, wat 30 maart gaan we weer. Megaplan. Maar wat kunnen we verwachten? Is bij je 40-jarig jubileum de Arena? Nou, dat is wel iets waar ik de hele nacht van heb liggen dromen. Ja, dat dacht ik al. Nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Ja, opnieuw is er code geel afgegeven vanwege pittige buien en zware windstoten. Met name in Noord-Holland en Flevoland heeft het verkeer daar veel last van. Zo melden Rijkswaterstaat en de ANWB. Toch blijft het niet bar en boos. De vooruitzichten en voor de volgende week die zien er een stukje beter uit. En vorig jaar is het aantal zelfdodingen op het spoor met 10% afgenomen. In 2018 beroofden bijna 200 mensen zich van het leven. Dat meldt spoorbeheerder ProRail. De organisatie werkt nauw samen met de NS en de Stichting Zelfmoordpreventie om suïcide op het spoor te voorkomen. Urk staat op zijn kop door een massale vechtpartij afgelopen maandag. Een 18-jarige jongen van Marokkaanse afkomst werd daarbij door tientallen jongeren belaagd. Hij en zijn moeder raakten allebei gewond. Maar het dreigt nu nog verder uit de hand te lopen. Gisteravond dook een dreigvideo op, gericht aan de jonge Urker. Herre Stegenga, verslaggever op Urk voor de Stentor. Eerst eventjes naar gisteravond. De A6 werd afgesloten door de politie. Wat was daar nou precies aan de hand? Ja, de angst bestond dat mensen van buitenaf naar Urk zouden komen om zich met de zaak te bemoeien. Dus de politie heeft alle toegangswegen tot Urk afgezet. Iedereen moest zich identificeren. Er zijn twee mensen aangehouden. Eén persoon met een honkbalknuppel in de auto en één persoon met een, die zich niet kon identificeren. Overigens bleef het rustig op Urk vanavond, gisteravond. Er was veel politie op de been en er hing een dreigende sfeer, maar geen calamiteiten. Dus de politie neemt het nogal serieus, mag ik aannemen? Ja, dat kun je wel zeggen. Het huis van die 18-jarige jongen wordt zwaar bewaakt. En nou ja, de angst bestaat dat het vrijdag tot een knokpartij komt op Urk. Daar gaan allemaal geruchten over op social media. De politie neemt dat serieus, ja. Ja, en leeft het ook heel erg op Urk? Zijn mensen bang? Zijn mensen angstig? Want ik kan me voorstellen dat het best wel heftig is als dit in jouw straat, wat we nu zien, zich plaatsvindt. Ja, ik ben gisteren op Urk geweest, meerdere keren. En je merkt wel dat de angst er goed in zit. Vooral in de straat waar die vechtpartij heeft plaatsgevonden maandagavond. Daar zijn mensen echt bang. En mensen zijn ontzettend geschrokken. Want dat is natuurlijk niet iets wat je elke dag meemaakt. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Dankjewel, Herre. Je blijft de ontwikkelingen op Urk voor ons volgen. Schelden, middelvingers, het negeren van rode kruisen of doorrijders naar ernstige ongelukken. Ja, dat is slechts een greep uit de vele voorbeelden van hufterig gedrag in het verkeer. Vorig jaar heeft maar liefst 72% van de weginspecteurs die bijvoorbeeld wegen afzetten na een ongeval daarmee te maken gehad. Deze weginspecteur had onlangs ook zo'n ongeluk nadat iemand door een rood kruis was gereden. 11 februari werd ik naar een incident gestuurd. Een pechgeval stond op de rijstrook op een stukje weg zonder vluchtstrook. Op het moment dat ik aankom rijden, zie ik nog mensen door de rode kruis heen rijden. Dat is niet leuk om te zien hoor. Ik bedoel, dan heb je toch wel zoiets van, jeetje jongens, als het toch fout gaat, gaan we, hè? Ik wilde daar mijn auto positioneren. Werd bijna aangereden, ging gelukkig goed. Daarna zet ik mijn auto wel op de juiste positie om die mensen te beschermen. Wilde mijn kegels pakken en de boel beveiligen. En op dat moment rijdt er een auto boven op mijn auto. Ja, een bizar verhaal natuurlijk, Lieselot, dit. Laat ook nog maar eens even zien wat voor hardnekkig probleem dit is. En dat vindt ook Rijkswaterstaat. Het is al strafbaar door een rood kruis heen rijden. Maar toch doen heel veel mensen dat nog. Hoe komt dat dan?
Ja, het mag dus absoluut niet, inderdaad. Maar veel mensen, wat ik al net al zei, zijn gehaast. Ja. En hebben ook het idee dat ze onnodig stilstaan, omdat ze het idee hebben dat die vluchtstrook of die rijstrook niet gebruikt wordt. Ja. En dat er misschien niet iets aan de hand zou zijn. Ja, maar ik heb dat 's nachts inderdaad ook wel. Kees zei dat vorig uur ook al. Ja, op de A28 is er ook standaard één heel stuk afgesloten. Waarom kan daar dan niet gewoon een ander signaal op komen? Zodat als er een rood kruis is, we weten dit is echt serieus. Een rood kruis is altijd serieus. Er zijn meerdere redenen waarom Rijkswaterstaat een rood kruis hanteert. Mm-hmm. Vanuit verkeersmanagement is het soms nodig. Ze hebben bijvoorbeeld ook niet altijd nog kunnen controleren of dat die rijstrook wel echt veilig is om over te rijden, of dat er niet objecten liggen. Maar ook zeker bij wegwerkzaamheden en bij ongevallen is zo'n rood kruis absoluut niet overbodig. Dus negeer het nooit. Ja. Afgelopen week las ik een onderzoek en dat ging er eigenlijk over dat als we dit soort huftergedrag in het verkeer zien, dus iemand die door een rood kruis rijdt of iemand die op zijn mobieltje zit of iemand die dat soort zaken aan het doen is, dat we dan denken, nou, dat kan echt niet, kan echt niet. Maar dat we het zelf dan altijd toch wel doen. Ik snap dat niet helemaal. Hoe zit dat nou? Ja, we proberen ons eigen gedrag natuurlijk een beetje goed te praten. Als mensen het rode kruis negeren, doen ze dat vaak ook heel bewust. Ze denken van, nou, het is veilig, het is vrij, ik heb goed gekeken, ik haal even in. Dat is toch niet zo erg? Maar op het moment dat iemand anders het doet, dan denken we, wat een aso. Ja. Dus dat is altijd en om maar even aan de mensen te laten zien die denken van zichzelf, dat is een oké keuze en ik heb goed gekeken. De gevolgen van dat soort hufterig gedrag of het negeren van zo'n rood kruis kunnen enorm zijn. De moeder van Paul Smit werd aangereden toen ze iemand aan het helpen was op de weg en zij ging daardoor op slag dood. Onze verslaggever Sherina Leerdam was eerder vandaag te gast bij Paul Smit. Paul, kun je kort vertellen wat er is gebeurd? Ja, dat was op de A16. Mijn moeder was ambulanceverpleegkundige. En er was op de A16 een jongen over de kop gegaan met zijn auto. Dus mijn moeder die is samen met een collega bezig die jongen op de brancard te leggen. En op dat moment komen vier jongens in een auto aangereden en die negeren de rode kruisen. En het resultaat is, die zijn op het laatst in paniek tegen de vangrail geknald. Maar die auto schoof door en die heeft zowel mijn moeder doodgereden als die jongen op de brancard. Vreselijk zeg. En weet jij ook waarom die jongen dat kruis nou heeft genegeerd? Of heeft hij het niet gezien? Wat is er gebeurd? Ik denk vier jongens van een jaar of 18 in een auto dat het baldadigheid is geweest. Of dat hij afgeleid was. Het fijne weet ik er niet van. Maar ja, hij heeft het wel genegeerd. En hoe heeft dat eigenlijk jouw leven veranderd dat het is gebeurd? Je leest dagelijks wel in de krant, hè, dat er ongelukken gebeuren. En dan opeens komt het heel dichtbij. En ja, het maakt je wel bewust als ik nu zelf in de auto zit en ik zie zo'n rood kruis. Dan, ja, ik rem wel, laat ik het zo zeggen. En Paul, wat denk je nou dat er moet gebeuren om dit probleem op te lossen? Nou, kijk, mensen in deze tijd zijn super gestrest en onze spanningsboog is heel kort geworden. Dus hoe net mensen ook zijn, op het moment dat ze opgefokt zijn, dan neemt hun primaire deel van het brein het over. En dan denk je niet na en dan neem je dat soort risico's. Dus om mensen nu zich beter te laten gedragen, moet je ook dat primaire deel triggeren. Dus dat houdt in of hun angstsysteem aanspreken met wat lugubere waarschuwingen. En het beste zou zijn gewoon cameraatjes plaatsen bij rode kruisen. En dat je weet, als ik er doorheen ga, heb ik een boete van €300. Want dan trigger je het pijnsysteem. En dat is de enige manier om ze af te remmen. Want mensen gewoon een beetje aanspreken op gedrag, dat werkt niet. Yo, Wolter, jij zit hier ook echt met afschuw naar te kijken. Je zei al, weet je wel, ik zou helemaal gek worden als dat bij mijn moeder was gebeurd. Maar net hebben we het er ook even over gehad. Het mag dan toch ook gezegd worden dat jij ook wel eens dan dacht van, goh, nou ja, zo'n rood kruis. Het is toevallig dat Kees die heeft het over die A27. Nou, dan heb ik dus wel eens een keertje s'nachts iemand ingehaald die in 71 rijdt waar je 100 of 130 mag. Dat je en dan ga je er even gauw omheen. Maar wat zou de oplossing zijn dan? Als je kijkt naar jezelf, wat zou er voor jou moeten gebeuren dat jij bij jezelf denkt, dit ga ik dus nooit meer doen? Ik zou er in ieder geval €1000 boete opzetten. Ja. Want 300, dat werkt niet. Hetzelfde met een pakje sigaretten. Mm. Breng het naar €10 en mensen blijven roken. Ja, en veel strenger aanpakken. Ja. Keihard, want wij zien het heel vaak gebeuren, hoor. Ja. En Lieselot, hoe kijk jij daarnaar? Nou, het helpt natuurlijk als je de pakkans weet te vergroten. Maar vooral ook als je dat dan maatschappelijk zichtbaar maakt. Door inderdaad ook duidelijk te maken aan iedereen dat die pakkans heel veel groter is geworden. En verhalen zoals dit van Paul bijvoorbeeld, moeten die niet veel breder gedeeld worden?
Ja, ja, als we met z'n allen continu herhalen dat dit soort risico's bestaan, dat je gepakt wordt en dat we dat met z'n allen dus niet meer accepteren. Ja, mensen vergeten het ook weer snel. Ja, je moet ja. Ik had het net over zo'n pakje sigaretten. Wat staat daar niet voor ellende allemaal op tegenwoordig? Mensen blijven ook doorgaan. Mensen negeren dat toch wel. Ja. Ja. Dus in ieder geval straffen. Ook op die emotie, maar gewoon ook harder straffen en daar meer tegenover zetten. Nou, dank voor deze uitleg in ieder geval. Hopelijk worden er snel van die gepaste maatregelen genomen. De hele video met de weginspecteur kun je nog terugzien in onze app en op de site. Ja, meestal zijn het mensen die chemotherapie krijgen. En soms zijn het honden en katten. Maar voor egel Blueberry is een uitzondering gemaakt. Hij heeft dus chemo-elektrotherapie gehad. Ze hebben dus chemo ingespoten in de tumor die in zijn mond zat, in het tandvlees. En daarna met elektroschokjes hebben ze het waarschijnlijk geactiveerd. En op een gegeven moment gaat hij dan kwijlen en gaat het de tumor afsterven. Nou, ik noem hem altijd mijn zoon. En dan moet iedereen lachen, maar ik ben gewoon serieus. Dus... heel belangrijk. Ja, echt heel belangrijk. Het is echt een soort, ja, gewoon mijn familie. Net zoals mijn kat. Ja, ik heb dat iemand wel eens over zijn hond horen zeggen, inderdaad. Of over een kat. Maar niet over een egel. Een egelzoon. Maar goed. Ronald van Kevenade kan het gelukkig nog navertellen. Maar zijn Amerikaanse klassieker overleefde het pijnlijk genoeg niet toen er tijdens de storm een boom opviel. Je wordt in één keer wakker. En je ziet een situatie waar in één keer het stuur op je schoot ligt. En je voeten bekneld zitten. En je denkt, oh even, dat klopt hier iets niet. Ik heb een beetje de pech gehad ergens, dat hij, als je voor me was gevallen, dan had de kreukels onder me gepakt. Maar ja, was je net iets verder, dan was ik ook dood geweest. Dus ik vind het dan prima zo. Ja, als je platkende praten, dan moet je dat zeker doen. Bijvoorbeeld lekker kakooien bij je oortje achterom, of bij je babbie met de vaatje langs gaan. Ik heb het over een dialect. Wat zeg je nou? Ja! Is dat echt Volendams, Kees? Bij je was, ja, was een stukje babbie? Dit was een stukje Volendams. Maria Stammers was gisteren op de basisschool in Oost-Gelre om kinderen een lesje Achterhoeks te leren, omdat ze vindt dat ze dat toch ietsjes meer moeten doen. Wie vindt het jammer dat het verloren zal gaan? Want de meeste ouders praat hier tegen elkaar wel plat, maar de meeste kinderen pakt het Nederlands. Ja, ik vind het ook prachtig, want als je in deze als je in de Achterhoek woont, dan is het doodnormaal om plat te praten en je kan er veel van leren. Nou, als je de hele video wil zien, ga dan even gank naar Razep. Goed, Walter Kroes zit dit jaar 30 jaar in het vak en dat laat hij niet ongemerkt voorbij gaan. De zanger die inmiddels elke kroeg in ons land op zijn kop heeft gezet met zijn knallende meezingers gaat na 30 jaar voor een groter podium. Een jubileumconcert in AFAS Live. Het voelt als een droom. Is dit echt weer een uitverkochte zaal? Ik vraag me wel eens af, wordt dit ooit nog normaal? Het leven is me altijd weer een stapje voor. En al doe ik dit al tijden, ik ga nog even door. Ja, Walter, 30 jaar in het vak. Ik word een oude lul. Jij begon toen was ik 5. Toen was je 5, ja. Kan je nagaan. Nog steeds met heel veel plezier. Ja, ik zing nog steeds. Ik heb de hele nacht liggen dromen met net zoveel plezier als dat ik hem in 2000, zeg dat maar. Dat word je niet zat gewoon. Nee, nou, 2000, 1990 kwam die aan. Ja. Want dat publiek, dat geeft je zoveel warmte en zoveel... Ik moet wel zeggen, ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dankzij het publiek dit nog 30 jaar al doe. Hè? En trots. En je hebt jullie jubileum eigenlijk al een klein beetje gevierd. Of een klein beetje, je hebt het al heel groots gevierd in Carré. Waarom dan nu nog een tweede keer? Nou, dat zou ik je vertellen. 2 minuten en 10 seconden was Carré uitverkocht. Hoeveel kaartjes zijn dat, even? Ja, 1800 kaarten of zo. Oh, ja, in 2 minuten, even meer. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Dan moeten we het gewoon even grootser vieren. En ik heb ooit mijn allereerste grote concert in de Heineken Musical gegeven. En dit wordt nu zeg maar de 7e keer dat we daar weer gaan staan. Want dat is nu AFAS. Ik denk, dan gaan we weer terug naar de HMH, naar de AFAS Live. Ja. En daar ga ik mijn 30 jaar afronden. En toch is Carré voor alle artiesten, ik ken heel veel artiesten in mijn omgeving, als ze over Carré praten, dan gebeurt er iets magisch. Ja, het gekke is niet qua aantal, want het is ook 1800 man. Mm-hmm. Dat is best wel veel, maar het is natuurlijk niet dat je zegt van jeetje, wat een aantal mensen. Mm-hmm. Maar het is magisch. Weet je, je stapt dat podium op. En dat publiek dat gaat staan, dat gaat klappen helemaal rondom. En het is zo mooi. Het is zo kicken. En dat ziet er dan zo uit. Ja, dit is ons leven. Dus geef wat je kan geven. We gaan nog even door. Elke dag gaan wij ervoor.
Had jij hier niet helemaal bij willen zijn, Lieslot? Ja, tuurlijk. Superleuk feest, ja. Ja, maar hou je een beetje van Wolter? Kroes? Tuurlijk ook, ja. Als man. Helemaal niet, hou toch van Wolter. Jeetje, zo. Die kun je in je zak steken. Ja, na een half uurtje kan je niet anders dan van hem maken. Nee, dat zeker is. Helemaal Wolter, 30 jaar in het vak. Het is een jubileum. Dat is ook een moment waarop je eventjes gaat terugblikken. Ja, wat zijn voor jou nou de hoogte- en de dieptepunten? Nou ja, er zijn natuurlijk best wel heel veel hoogte. Nou, dieptepunten hebben we gelukkig tussen haakjes nooit gehad. Want ik heb altijd heel veel optredens mogen blijven doen. Ook als we even geen hit scoorden. Mm-hmm. Maar ja, hoogtepunten. Ik heb de hele nacht liggen dromen, was natuurlijk gigantisch. Mm-hmm. Het overlijden van André Hazes is natuurlijk een soort van hoogtepunt / dieptepunt. Ja. Want het is natuurlijk wel heel apart dat je daar naast de kist mag optreden in zo'n arena. En ja, Viva Hollandia is natuurlijk een gigantisch hoogtepunt geweest. Dat je voor 200.000 sportliefhebbers, toen Nederland nog even heel goed ging, daar mag optreden met, en inmiddels de grootste sportplaat ever, denk ik. Want hij is drie keer... Laten we hem nog heel even gewoon erin knallen. Voor iedereen die lekker op wil staan. Komt u weer. Kom op. We houden van het voetbal, we gaan het tegenaan. En legioen, dat laat de wil niet in zijn hek bestaan. En niemand zingt die tekst, hè? Maar lag je dan geen drie kleuren stront? Ik bedoel, een regenboog. Je bedenkt een idee. Je had het nooit durven dromen dat dit zo'n hit zou zijn. Het leuke is, wij hadden hem al uit met we houden van het leven, de liefde en de lust. Mm-hmm. En toen belde Edwin Evers op. Hij zegt, Kroes, jij hebt de grootste voetbalhit ooit gemaakt, volgens mij. Ik zeg, ja, maar Edwin, er is helemaal geen voetbalplaat. Hij zegt, maar als jij die morgen hebt, dan zorgen wij dat die gedraaid gaat worden. Toen ben ik met een bloedgang de studio ingegaan. De backing vocals gebeld. Edwin van Hoevelaak gebeld. Mijn producer. We hebben een nieuwe tekst in een uur tijd geschreven. Je wil dus zeggen dat je deze hit heb jij in een nacht en een avond er helemaal uitgestand? Hij was al in een andere uitvoering. In een feestuitvoering. Ja. Wel Viva Hollandia. Mm-hmm. Maar toen zijn we een dag later een voetbaltekst gaan maken. Eind van de middag bij Evers ingeleverd. De volgende ochtend op de radio. En een dag daarna op nummer 1. Trekken. Nummer 1, boom. Ja. En was dat je grootste hit? Nou ja, hij is 3 keer op 1 geweest, dus ik kan zeggen dat dit mijn grootste hit was. Toch wel? En niet deze dan? Niet deze? Ik heb de hele nacht weer gedromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En de dekens op de grond. Dit was Ahoy, mijn eerste keer Ahoy. Wat vet. Ja, je kan ook gewoon stil blijven staan. Nee. Eigenlijk is dit de doorbraak geweest. Mijn echte grote doorbraak geweest. Tuurlijk, de hele nacht liggen dromen is een evergreen in Nederland geworden. Ja. Wat ook voor een Viva geldt natuurlijk. Maar ja, hele nacht, dat heeft me zoveel gebracht. Hé, maar nu AFAS Live, hè? Ja. Daar gaat deze natuurlijk sowieso voorbij komen. Zeker. Maar ik neem aan dat je toch ook nog wel wat verrassingen voor ons in petto hebt daar. Het leuke is, het is natuurlijk 30 jaar Wolter Kroes. En ik heb in die 30 jaar heel veel vriendschappen opgebouwd in dit vak. En ik heb George Baker uitgenodigd, want die komt bij mij uit de straat vandaan in Wormerveer. Oh, is dat zo? Ja, dat echt grappig. Het verhaal gaat zelfs dat ik op zijn schoot nog mijn luier volgescheten heb. Oh. Ja, ik als baby heb ik nog op zijn schoot gezeten. Oh. Ik kan nagaan hoe lang dat geleden is. Way back gaan jullie. Ja, nou ja, zijn muziek heeft mij natuurlijk ook vroeger geïnspireerd. Mm. En ik ga met George Baker samen zingen. Ik heb Xander de Buzonier uitgenodigd, want dat is al in al die jaren een heel goed vriendje van me geweest uit het vak. We zitten nu ook bij hetzelfde bureau en alles. Dus... En Xander, jij hebben ook nog iets leuks wat daar gaat gebeuren. Ja, Buzonier heeft even een nieuwe soort van hele nacht liggen dromen voor me geschreven. De grote nieuwe hit van Wolter Kroes. Ja, er komt een nummer uit. Dat heet Het Kroegenlied. En dat klinkt heel plat, maar het is geen plat liedje. Maar het is zo'n gave plaat. Dus we gaan weer een soort nieuwe hele nacht uitbrengen. Het wordt gewoon één groot feest in AFAS Live. Ja, zeker, zeker. Ik heb de jongens van Stuk TV die komen optreden. Want daar hebben we met vannacht een hele grote hit mee gehad. Mm-hmm. Een nieuweling. Tenminste, tussen haakjes Belinda Kina. Die komt uit het oosten van het land. Daar heb ik samen onlangs een duet mee gehad. Wat ook per ongeluk een succes geworden is. En die komt zingen. Thomas Berger komt nog even. Het wordt een groot feest. Zijn er nog kaarten te krijgen? Niet veel meer, want we gaan nu heel hard. Ik denk als we nog 250 kaarten verkopen, is het uitverkocht. Ik zou zeggen, ren naar de winkel, want jouw jubileumconcert, we gaan nog eventjes door, is dus te bewonderen. Zaterdag 30 maart in AFAS Live. Dank je wel. Absoluut. Ja, vandaag in onze app de nieuwe serie Get Baked. Een kookshow waarin met cannabis wordt gekokkereld.
Gebruik jij medicinale cannabis en hou je van koken, dan zit je hier helemaal goed. De CBD-olie. Check altijd even hoeveel druppels er per dag worden aangeraden. In Get Baked ga ik in 6 afleveringen laten zien hoe je kan koken met cannabis en welke positieve effecten dit kan hebben op jouw gezondheid. Ja, Jasper, en goedemorgen. Koken met cannabis, waarom zou ik het doen en wat zijn de positieve effecten? Ja, goedemorgen. Waarom je het moet doen is als je dus last hebt van bijvoorbeeld chronische pijnklachten of een eetprobleem hebt om je eetlust op te wekken. Het heeft voor MS, mensen die daar lijden, positieve effecten. Dus dat is een reden om het medicinaal te gebruiken. Vandaar deze serie met de kookvideo's. En is het nou ook zo dat als ik een van jouw recepten straks eet, dat ik een soort van high word? Stoned? Nee, juist niet. Dus deze recepten zijn juist ontwikkeld om gewoon dat bij ontbijt bijvoorbeeld te kunnen eten en daarna gewoon naar werk maar te kunnen gaan. Is het een soort van zonder kickstart? Dat je daar stoned van wordt. Sorry? Is het een soort van kickstart van je dag dan? Is het net zoiets als maca poeder, weet je wel? Noem het maar op. Nee, dat kan wel. We hebben een aantal ontbijtrecepten gemaakt ook. Maar het idee is echt dat je het gebruikt als je pijn hebt of andere klachten. Oh, ja. En waar medicinale wiet voor kan werken. Straks heb je een uitzending. Wat kunnen we verwachten in de uitzending van vandaag qua recept? Oei, daar vraag ik niet. Ik weet eigenlijk niet welke video vandaag online komt. Zou je het in elk gerecht toe kunnen passen? Kan ik het bijvoorbeeld gewoon lekker in mijn stoofvisje gooien? Ja, dat kan. De hoeveelheid die je nodig hebt om medicinaal te gebruiken is maar heel klein. Ook om ervoor te zorgen dat je er dus niet stoned van wordt. Dus ja. Je kan het in principe overal in gebruiken. En dus deze serie is ook meer gemaakt om een beetje de discussie te openen over medicinale wiet. Omdat het een klein beetje in het verdomhoekje zit. En wij op een positieve manier aandacht willen vragen. Je kunt er meer mee dan een space cake maken. Alleen dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Precies. Ja, de eerste aflevering van Get Baked is straks rond het middaguur te zien in onze app en op de website. Zo stoont als een garnaal. Zo stoont als een garnaal. Nou, bij jou is het een keertje niet helemaal al lekker gegaan, toch? Nee, toen je dit probeerde. Nee, die wiet al die nee. Ze hadden mij nooit verteld dat je maar 2 druppels mag nemen. En ik had zo'n heel pipetje genomen. Oh ja, dat is misschien toen niet helemaal. Toen lag ik op een gegeven moment toch even gestrekt de hele nacht weer te dromen. Voor iedereen inderdaad die dat niet wil, luister goed naar Jasper en neem dus gewoon 2 druppels. Goed, we kijken nog even naar het weer. Bewolking, zware windstoten, regen en kans op hagel en onweer. Kortom, een onstuimige dag, maar het roert zijn staart met code geel. Nou, wij vinden het natuurlijk super fijn dat jullie hier waren vandaag en kijken natuurlijk uit naar je concert. Top. Wij zijn er tot 9:30 met de ochtendshow To Go.